We hebben niet eens een fucking land, niks. Wanneer krijgen wij onze break? Wat heb ik bedoeld? Mm-hmm. Ik wil mijn respect voor blakke man zijn. Voor al die tijd wat ik heb geleden. Voor al die, kijk hier, al die fucking struggles wat ik heb meegemaakt. Ik heb in Jari gezeten, alles. En nog heb ik met jou een interview over van hoe vind je dit en dat. Het is eigenlijk gewoon belachelijk. Gewoon belachelijk. Vind je dit interview belachelijk? Nee, ik vind dit interview niet belachelijk. Ik vind het gewoon belachelijk dat het zo ver komt. Kom op, man. Ik heb 2 miljoen mensen kijken naar mij. Op mijn luisteraars, op mijn fans. En nog ga je me behandelen als ik crimineel. Vertories die ik deed. Wie is mijn homie, wie is binnen, wie is veen? Sta mijn schoenen, al is er voor een day. Voel je mij, vreugde mij, dit is mijn leven. Mijn situatie, mijn levensproblemen. Draai mijn cd en voel de pijn van de neger. Mama weet de criminele zon komt uit de goot. En papa was er niet voor me en mama was mijn bro. Platenlabel Top Notch heeft een nieuwe MC getekend. Bijzonder aan dit verhaal is dat de betreffende rapper Campy momenteel vastzit in de gevangenis. Zodra hij vrijkomt, gaat hij aan de slag met zijn nieuwe album. Platenbaas Kees de Koning van het hip-hop label Top Notch vertelt over zijn nieuwste artiest. Ja, een paar maanden geleden hoorde ik voor het eerst die mixtape van Campy. Die was of is nog steeds te downloaden op het internet. En ik was meteen fan. Ik heb dat ding echt week in week uit gedraaid en ik had echt zoiets van, ik wil met hem samenwerken. Ja, er spreekt zoveel creativiteit uit, zoveel originaliteit, dat ik had zoiets van, deze jongen, daar moet ik mee werken. De box mocht niet filmen in de gevangenis, daarom belde Campy ons om zijn reactie te geven. Maar waarom zit je eigenlijk vast? Pogend tot doodslag, maar meer wil ik er even niet over loslaten. Daar is hij. Campy. Hey, hallo. De rechtbank is tot de conclusie gekomen dat op basis van alle feitenomstandigheden gezegd moet worden dat niet wettig en overtuigend bewezen is dat u zich aan deze feiten hebt schuldig gemaakt. Dat betekent dus dat u vandaag naar huis gaat. Ik weet niet of u spullen hebt in het huis van bewaring. Dan mag u hier de zaal verlaten. Dat was het. Yes! Free Campy! Yes, hallelujah! Yes! Yeah! Wie is dat doosje? Nakonjo, het is Campy, de grimme boy. Nou, wij, ik voel me echt goed nou, hoor. Zo, molly. Nou, dit is hier, man. Ik voel me boom, maar ik zie er gaar uit, man. Hey, zo, ik heb al mijn teksten liggen nog in die koude jari, man. Hey, die haal ik morgen voor jou. Mijn koude. Die haal ik wel voor jou, morgen. Ja, want die teksten heb ik echt nodig, man. Hij komt helemaal in. Anders kunnen we geen hits maken. Ja, geen hits maken. Er zijn allerlei hits geschreven daar in die koude jilla. Oké. Nou, fuck. Casey, ik ga je dadelijk om lastig vallen. Dat weet je zelf ook wel, hè. Ja, hè? Ik ga je vandaag nog komen lastigvallen. Wat kost. Ik ga komen. We waren al die tijd voor hem aan het bidden. En we kregen dat hij eruit zal komen. Weet je, God doet geen halve werk. Dat weet ik. Amen. Ja, we gaan al lopen. Weet je, het is, hij heeft zijn vrijheid. En het gevoel, want ik wist van wanneer hij buiten komt, dan wil ik lopen. En wij lopen met hem nu even. Lekker man, lekker weer alles man. Wat wil je nog meer hebben man? Ik moest eigenlijk nog 2 maanden sowieso zitten en ik loop gewoon buiten man. Welke kant? Sorry, ik loop daar niet.
Chill. Ik ben anders dan de rest. Tief uit mijn bek. Ik stoop mijn ogen, maar ik rij me slecht. Staat je rap scheef, kill aan lijm. Ik hem recht. Breng je voorhoofd zweet als een pijn voor een pijn. Met een body. Chill, 2 jaar ijs, maar camp is vrij. De topnotch nigger is weer terug in de wijk. Bel Silla, bel Kees, Gregory en lijn 5. Lijn 5. Ik denk volgens mij dat hij bovenal het meest niet meer wil wat hij nu, hoe zijn leven er nu uitziet. Ik merk dat in gesprekken dat hij heel snel ook bepaalde dingen zou doen. Zegt, ja, moet ik dan niet een hit scoren of moet dat dan niet zo? Want ik moet geld verdienen, ik moet nooit meer terug daarheen. Ik zeg van, weet je, je moet gewoon een hele goede plaat maken en dan komt de rest vanzelf, weet je wel. Ik heb net getekend, dus ik denk aan mijn debuut. Album bang dat ik val en niet meer opstaan. Rapper niet eerst, is er een straat die me kapot maakt. Wat ik voel dat de duivel namelijk ja. Hij schreeuwt mijn naam en zegt mijn body's hoes. Ik is het een body van haar. Dus ik Lelo, voordat hij me grijpt in mijn nek verder. Gooit in mijn cellen. Lelo, ze bouwen mijn leven op als Lego. Ja. Is dit Marieke? Marieke. Hallo, mijn Campy. Hallo. Alles goed? Ja, hoe gaat het met jou? Ja, gaat lekker, man. Ja, je hebt goed nieuws vandaag gehad. Ja, toch. Kan niet beter, kan niet beter. Ja, want ik was heel erg verbaasd toen ik het hoorde. Want gisteren kregen wij berichten dat er 2 jaar was geëist. Mm-hmm. En vandaag in 1 keer sta je buiten. Ja, wat kan ik zeggen? Ik ben Gods wonder. Ja, hoe kan dat? Hè? Hoe kan dat gebeuren in 1 keer? Ik weet niet, ik ben gewoon op alles vrijgesproken. Uh-huh. Dus ik ben wel erg blij. Nou ja, je bent vrijgesproken. Is het een normale gang van zaken of was er in 1 keer dat ze iets hadden van dat het toch... Ja, waar was je nou precies voor aangeklaagd? En hoe waren ze daarbij gekomen? En ga je nou nog iets ondernemen of zo, omdat je toch een half jaar hebt vastgezeten? Ja, dat kan me voorstellen. Hé, wat ga je nu doen? Wat gaat er nu gebeuren? En vorige keer zei je tegen mij, ik wil nu echt niet meer in contact komen met justitie en criminaliteit. Hoe denk je daar nu over? Ja, wat kan ik zeggen? Ik zal mijn best doen, weet je, maar ja, je weet nooit wat er kan gebeuren. Ja, dat is waar natuurlijk. Wat blijf vragen, kan ik irritant. Oké, nou next. Wat doen we nou, die jonko klappen? Die dingen die nu die er gebeurd zijn, die komen natuurlijk ook vaak in de media terug. Mm. Het is toch altijd weer rapper met strafblad. Puntje. Ja, het komt toch altijd weer terug. Maar als je terugdenkt aan die levensstijl, is dat in het verleden of is dat iets wat nog steeds in het nu speelt? Laat ik me liever niet over. Oké, dan laat je liever niet over. Voel je schaamte als je eraan terugdenkt? Nee, ik voel totaal geen schaamte. Maar dat geeft me wel inspiratie, weet. Want als je in de krant kijkt, er wordt bijna nooit niet iets moois gebracht. Het is altijd, het was een allochtoon of een bolletjeslikker of een crimineel of dit of. Maar nooit kunnen ze zeggen van, kijk, er is een crimineel die het mooi heeft gebracht. Dus dat geeft me weer inspiratie om weer door te gaan, weet je. Dat ik zeg van, weet je wat, ik moet die mensen op een plek zetten. We moeten me ook gewoon respect geven. Net zoveel respect als ik hun geef. Maar denk je dat er ooit een punt komt dat mensen zullen zeggen, Campy de rapper? Punt. Nee. Wat is dat? Is dit die uitnodiging? Check hem. Ik heb dingen te doen. Wie is jouw favoriete artiest van afgelopen jaar? That's probably me, nigga. Gewoon gek. En wat houdt dit in? Is dit die uitnodiging? Wat is dit? Een kaartje. Alleen dit. Het onttrektalent van deze keer is genomineerd bij de Urban Awards voor meeste downloads voor zijn mixtape Tis Campy, the one and only. Ja toch. Heel Nederland praat over hem, goed of slecht, doet er niet toe. Hij heeft in ieder geval de tongen los weten te krijgen. En hij mag echt rekening houden met die man, want hij komt er echt aan. Check it out, Campy. Ik heb gehoord dat de box gaat weg, hè? Kaka.
Dat is pas kijken. Een eindje gewoon overal, vriend. Het wordt gewoon zo'n soort van TMF. TMF is ook gaar, man. Heerlijk. Ja, man. Wat verwacht je van vanavond, man? Niet veel. Ik zet hem gewoon hier in de kast of in mijn schoenenkast. Hier, nee, maar het is niks, man. Het is niet, ja, moet ik zeggen, het is niet super of zo, toch? Het is maar een awards, man. Het is niet, ja, ik weet niet wat ik erop moet zeggen, vriend. Het is kaka. Ja, het idee is lauw, weet je, dat je genomineerd bent net uit Jella, blablabla. Maar voor de rest, kaka, Theo, niet. Je kent de, ken je de Urban... Nee, maar ken je de Urban Awards? Ken je de Urban Awards? Nee. Ja, dat bedoel ik. Begrijp je? Fuck that shit. B-E-R! De B-E-R! Faka, jongen. Eerie, je bel me nog eens weer op televisie. Hey, eigenlijk moet je me daar lenen, ik ga naar de Urban, man. Wat is dat dan? Moest kijken, gewoon met... Get alleen met bodyguard gelijk. Met 10 getters moest kijken. Kijk hem, hij pakt altijd mijn kettingen, altijd. Ja, vindt hij leuk. You know, I love it. Over een jaartje zie ik mezelf ook zo zitten, maar dan met 3-4 sticks. Picture me rolling. Picture me rolling, ja. Wil je deze jongens voorstellen? Dit is de helft van een tweeling. Twin mop. Kane Kizzle. Rechtstreeks in je fucking face. Ik ben gewoon Beer Bernardo. Ik bedoel, Ali B zou misschien hele toffe gozer zijn. Zakelijk ook heel slim. Geef me ook respect voor. Ik hou van zakenmannen, boys die gewoon goed bezig zijn met hun tof. Maar wat zijn muziek betreft vind ik hem gewoon kakka. Beer heeft weer eens een hele irritakie voor. Categorie K3. Irritakies. Weet je waarom het gaat? Ik wil geen een of andere suffe Marokkaanse mannetje met een scheve petje of zo wil ik niet zien staan. Rappen. Hij vertegenwoordigt mij niet. Campy vertegenwoordigt mij. Kijk, veel mensen zeggen je hoeft niet te hosselen, weet je. Maar dat is niet waar, weet je. Je zit niet in een situatie zoals wij zitten, weet je. Maar ik wil gewoon geld maken. Ik moet geld in mijn zak hebben. Ik moet wiet halen. Ik moet kleren hebben. Ik moet mijn huur betalen, die ik nog eens kan betalen van mijn inkomsten. Ik zoek ook gewoon een normale, eerlijke manier om mijn geld te maken. Ik kan niet meer vastkomen te zitten. Ik heb vaak vastgezeten, dit, dat. Wel 9 keer. Nooit lang, weet je, maar 1 keer heb ik wel 30 maanden gezeten. You know. Ja, is... Hey, wacht even, Beren, deze heb je nog niet gehoord, hè. Kom de airport, kom de airport, kom de airport, kom de gepoest door. Ver, kom de gepoest door. Ver. Ze zitten zo vol dat ze van 2 op 1 cel naar 5 op 1 cel zijn gegaan. Begrijp je? Zaaltje. Het zaaltje noemen ze, begrijp je? Maar nee, er is geen straatleven in Nederland. En daarom is iedereen gewoon, heb iedereen doekoe, niemand stress of dit of dat. Is bullshit, man. Is bullshit. Ik heb jouw vader zelfs in huilen in de kanker, omdat hij die boete niet kon betalen, vriend. Struggles. Begrijp je? Hij ging brood voor jullie stelen en toen werd hij gepakt. En kom zeggen dat het niet zo is. Alleen wij stelen geen brood, wij gaan ervoor hostelen. Dat is misschien het verschil. Het gaat niet om gangsters. Het gaat gewoon om het straatleven ontkennen. En er zijn niet genoeg mensen die jou dat wel kunnen uitleggen. Serieus. Begin maar. Wie gooit wat in de groep? Mijn dagelijkse stress. Stress in mijn kop. Het is te veel, man. Het is te veel om uit te leggen. Zo'n kort programma heb je uren nodig. Maar ik weet in ieder geval dat ik elke dag moet hostelen voor mijn brood. Voor mijn huur. En dat ik het van mezelf doe. Twin MLB. Ik weet precies bloedserieus. Dat was alles. Wat is hosselen? Hosselen is maken niet uit hoe en wat, maar op een of andere betaalde manier geld in je zak komen. Of heel vinden, of stelen, of
Maakt niet uit, doe. Drugs maar kopen, geld maakt niet uit. Dat maakt niet uit, als je het maar in je zak zet. En als je maar je maag maar vol is. Hosselen, elke dag. We zijn hosselaars, doen. Don't get it twisted, man. Gek man, beter gaan we even takken, want het probleem man. Maar ik word helemaal paranoia, man. Vandaag is mijn dag opgefokt. Ik ben kankerziek man. Heb je doekoe? Voor wat? Voor gewoon chillen. Ik ben helemaal scary, ik ben helemaal gek, brother. Maar je bent toch getekend met topnotch? Ja? Dan moet je toch iets hebben of niet? Ik zat 6 maanden vast, man. Moet ik niet eten. Ik moet leven, G. Hoe leef je niet dan? Leef ik niet. Ik leef niet, brother. Zie je niet hoe para ik ben? Ik leef niet, jongen. Ik ben een hostelaar, vriend. Normaal hoor ik te hostelen. Snap je, maar nu kan ik niet hostelen, want ik wil niet naar jail. Ik heb een hele fucking carrière voor me, maar ze laten me gewoon soort van zitten van, ja, je gaat maar broke zitten. Snap je, dus mensen laten mij geen keus. Snap je, niks is geregeld. Ik moet een fucking urban worden, ik weet niet eens hoe ik moet gaan. Allemaal zulke shit. Vriend, ik kan daar wel uren over doortrekken. En zegt je mij, die urban was dit, dat fuck die urban was, brother. Ik ben de heetste rap van heel fucking Nederland en ik heb geen kanker money, vriend. Geef me nou op zijn minst fucking money, laat me mijn kankerdrugs op de straat pushen, vriend. Laat me iets doen, laat me fucking eten. Maar zolang mensen me laten eten, ga niet aan mij verwachten van ik doe mee in een documentaire of ik ga altijd lachen, dit, dat. Fuck die shit, nigga. Fuck die shit, brother. En ik hoor, ik zeg, beter ga ik praten met mensen, man. Fuck die shit. Ik kan ik even kees bellen, drie dingen uit. Dat wordt helemaal moe, vriend. Dat wordt helemaal moe. Never let him know your next move. Kijk, sinds je zo bent opgeblazen, zijn mensen constant benieuwd naar wat er allemaal in jouw leven gaat gebeuren, wat er gebeurt. Mm. Maar op een persoonlijk vlak gaat er ook veel gebeuren. Want jij wordt vader dit jaar. Ja, klopt. Ja, man. Hey, zij is uitgerekend in juli, toch? Ja, klopt. Dus in dezelfde, laten we zeggen, misschien komt je album ook in juli uit. Dan komt er dus in juli en een album en een baby. Ja, klopt, maar, man. Is the pressure is on, of niet? Ja, man. Het is moeilijk te combineren. Het is heel moeilijk te combineren. Vooral als ik de album uit gaat komen, ga ik het heel druk krijgen, man. En dan nog baby erbij. Dat is moeilijk, man. Ja, 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 ja. Geen voorbeeld gaat. Is dat moeilijk? Want je moet het nu, zeg maar, vanuit een soort zelf ontdekken. Zelf uitzoeken, toch? Hoe dat dan werkt om een vader te zijn. Ja, maar ik heb dingen gezien. Ik heb dingen gezien waar ik zelf van geleerd heb. Zoals, ja, gewoon het opgroeien zonder vader is geen pretje, weet je. Mm-hmm. Maar ik ga in ieder geval niet de fouten maken die mijn vader heeft gemaakt. Dus dan hoop ik al dat ik een stuk beter ben dan hem. Beter ben dan hem. Als ik dood ga vandaag, je de poop op me klaar voor de dingen die ik deed. Weet dat de boy Campbell gangster was tot het eind. En ik deed wat ik kon voor mijn doekers en mijn wijf. Mijn mama die zei mij dat de pijn nog verdwijnt. Het zou wel fijn zijn als gebeurd, zei zij. Want kijk, mij rennen door de wijk, ben een kolostrijp. Krijg me niet klein, ben niet geboren om klein te zijn. Ik ging chillen in, chillen uit, zodra ik uit de buik kwam, ben ik op problemen gestart. Ik ben gedist, gebruikt, getwist, genaaid bij je leven. Papa was er maar even, mama had alles gegeven. Ik zweer het op heel mijn leven, mijn Libby wil jij niet leven. En kom niet zeggen dat het wel zo is, dan wil ik jou wel eens in de machine celletje zitten. Zo veel pijn, zoveel stress, zoveel. En ik loop over straat en ik vraag wie is die zweer, wanneer gaat alles weg? Want ik kan er niet meer tegen zitten, zijn chinkies die om me zwaar bezig. Mijn leven is om in ernstig, ik kan dit niet verwerken. Zelfs mama weet dat alles wat ik doe voor een betere toekomst is. Ik rap voor een betere leven, maar ben geen rapper, don't get it twisted. Ik neem dood serieus mee, zodra mijn shit op tv is. We rappen voor een betere leven, maar zijn geen rappers, don't get it twisted. Zelfs mama die weet dat alles wat ik doe voor een betere toekomst is. Ik rap voor een betere leven, maar ben geen rapper, don't get it twisted. Waar ga?
Wees toch? Jawel. Ja, toch. En maar kijk, over die show, gaan we doen met de show dan? Je bent daar, het is een showcase. Gewoon puur wat ik zeg, het is een soort presentatie voor mensen die jou gaan boeken in de toekomst. Voor toekomstige mensen die je geld gaan brengen. Zo moet je het gewoon zien. En hou je gewoon rustig daar. Je bent daar om te werken. Chill, doe je show en dan kan je gaan relaxen. Ga je andere mensen checken, ga je kijken wat er aan de hand is. Dan ga je chillen. Ja, als er genoeg plaats is, dan ga ik mee. Als Want hoe is het zaterdag? Wie gaat er zaterdag mee? Zo. Gregory. Ja. Die M's, die backup. Ja, die jongens van Bloed Serieus gaan allemaal mee. Oké, maar die camp. Die Bloed Serieus boys, het is allemaal tof en aardig, maar ze moeten zich allemaal wel gaan gedragen. Jij bent daar om je werk te doen. Jij staat aan het begin van iets. En nogmaals, als je op Noorderslag mensen lastig gaan doen of wat dan ook, maar ik heb dan hebben we het hele jaar er last van, hè? Ik neem alleen de rustige mee, toch? Ja. Tweelingen, die mannen blijven gewoon rustig thuis, want die zijn broeien, man. Oké. Wil je nog meer? Nee, Coco van nog wel meer, hij is gewoon nog rustig. Hij is rustig. Oké. Okay. Ga je niet teleurstellen. Maar je stelt me nooit teleur, dat weet je. Maar het belangrijkste is dat we niks aan het toeval overlaten, weet je. Nee, iedereen kijkt naar jou, hè. Jij trekt die kar. Haat en verraad tot vandaag de dag. Het is hoe het is, het is hoe het was. Toen Jezus werd gekruisigd voor jou en voor mij. Nog steeds gaan de mensen dood, terwijl iedereen kijkt worden. Arme, arme, rijker te rijk. Zelfde gezeik.